Macro met Boot. Het macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag. Thomas, goedemiddag. We spreken elkaar op de vrijdag na de donderdag en de woensdag. Die stonden in het teken onder andere van de toespraken van Powell, waar het ging over de Amerikaanse economie. President van de Fed, Christine Lagarde, heeft gisteren het rentebesluit van de ECB toegelicht. En jouw conclusie is, ik heb jou eerder vandaag kort gesproken, beleidsmakers, ze zitten totaal behind the curve. En dat is volgens mij niet de positie waarin je wil zitten. Nee, het zeker niet. De positie waar je wilt zitten. Maar misschien even toelichten, misschien ook wel handig voor de luisteraar, waar die opmerking behind the curve vandaan komt. We zitten in een situatie waar de rente omhoog moet. En dat is ook de beslissing van Lagarde en Powell geweest voor Amerika en voor Europa. Want je moet die economie afremmen, gezien de inflatie, et cetera, et cetera. En alle kraptes ook die we hebben. Maar wat bedoel ik met behind the curve? Met behind the curve bedoel ik dat die inflatie, die is niet zomaar ontstaan. Die heeft een trigger gehad. En die trigger, dat was de energie, Oekraïne, et cetera. De problematiek van COVID, dat was de trigger. Maar de echte fundamentele oorzaken zijn dat we in de jaren daarvoor hebben er alles aan gedaan om mensen te vertellen dat geld geen waarde meer had. Alles. Maar dat waren wel de jaren waarin die inflatie niet of nauwelijks vooruit kwam. Absoluut. Op het moment dat je geen inflatie hebt, heb je geen inflatie. En op het moment dat die uit de fles is, heb je het. En verwacht iedere inflatie. En gaat inflatie door als de onderliggende fundamentele krachten en het denken in de hoofden van mensen zich zo ontwikkeld heeft dat die inflatie een soort natuurlijke verklaring heeft. Dus hij blijft weg zolang die weg is. En hij is er zodra hij er is. Dus er is een omslagpunt. Dat ruime monetaire beleid, dat is er jaren geweest. Ook om überhaupt in de buurt van die gewenste 2% te komen. Nu is dat ruime monetaire beleid al langzaam afgebouwd natuurlijk. Hè. Kijk maar naar wat er met de opkoopprogramma's is gebeurd. Kijk maar wat er met de rente gebeurt. En die inflatie is nu heel veel hoger dan die 2%. Ja, Thomas, je klinkt bijna als een centrale bankier. Klaas Knot zit zondag bij Buitenhof. En die zal ongetwijfeld het in het vaste technocratische jargon zal die go with the motions. Oh, het is helemaal geen compliment. Go ik dacht even dat ik ergens trots op kon zijn. Jargon. Maar het kwalificeert je meteen voor die beroepsgroep. Maar waar zitten we? We zitten in 2019. Zitten we in een economie die overspannen is. En zelfs op dat overspannen moment kunnen monetaire autoriteiten, ECB, niet eruit stappen, staan nog steeds op de voorpagina van de krant. 2019. Overheden geven gratis geld uit, want ze hebben jarenlang gezegd dat geld gratis is. We geven compensatie aan alles. Je bent een sukker als je nog geen compensatie hebt gekregen in onze compensatiemaatschappij. Wat betekent dat voor de consument? De consument denkt, ja, geld heeft geen waarde. Want iedereen zegt het, geld wordt eruit gegooid, heeft geen waarde. Op het moment dat geld geen waarde heeft in de hoofden van mensen, op het moment dat je dat zaadje geplant hebt in je hoofd, dan is inflatie. Want inflatie zorgt ervoor dat geld geen waarde heeft. Dus consumptie afgelopen 2 jaar, huizen hoog, voor een stukje inhaal, maar voor heel veel consumptie huizen hoog, omdat iedereen denkt, nou, sparen voor mijn pensioen heeft toch geen zin. Want dat is in de toekomst, wie weet wat mijn geld waard is. Dus ik ga het maar uitgeven. Ook onverstandig geld, te noemen, toch? Nou ja, om even aan te geven, als geld geen waarde heeft, kun je het maar beter zo snel mogelijk uitgeven. Maar dat betekent ook weer meteen inflatie. Want je gaat het extra uitgeven. Nog even één ander fenomeen. En dan hebben we het een beetje het plaatje rond. We hadden geld op bankrekeningen staan. Wat hebben banken en monetaire autoriteiten ons voor jaren gezegd? U krijgt negatieve rente. Het heeft dus geen waarde om geld te hebben. Omdat ze zelf geld moesten betalen om het ergens te kunnen stallen. En vervolgens, hoe is de situatie nu? Er wordt 0,4% betaald. En wat kunnen banken met dat geld doen? Die kunnen het nu tegen 3,25% bij de ECB zetten. Wat betekent dat we voor 2,85% per euro, dus 2,85 euro per euro, worden de banken op dit moment gesubsidieerd door de overheid. Die banken zeggen dan, we hebben hypotheken uitstaan tegen hele lage rentepercentages, die ook niet meer helemaal correct weergeven hoe de situatie nu is. Moet wel ergens verdiend worden, toch? Nee, dat zijn, dan hebben we dus bankiers die inmiddels door alle steunoperaties van de overheid niet meer hoeven te kunnen bankieren. Want op het moment dat je een hypotheek verstrekt tegen een rente van 20 jaar vast, dat betekent dat je op je bankbalans in je eigen boekhouding moet zorgen dat je die rente, wat de marktrente op dat moment is, ook gewoon afdekt. Dus als we in die wereld zitten, dan zitten we in een wereld waar de bankiers niet meer kunnen bankieren en ze per definitie elke keer als er ook maar iets wijzigt geholpen moeten worden.
En gedeeltelijk zitten we daar. Nou, dat is één fenomeen. Dus dat betekent, deze fenomenen betekenen dat inflatie nooit meer makkelijk terug in de fles gaat. Wat is er nodig? Wat er nodig is, is dat de financiële economie, het geld, al het geld gebeuren, is totaal losgeslagen van de onderliggende reële economie, van de echte economie. Is je losgeslagen. De enige manier om het vertrouwen in de financiële economie en het vertrouwen in geld terug te krijgen is als er weer ankers geslagen worden met de echte economie. En daar zien we het probleem. We zien het geld wegvloeien, plotseling, op geruchten bij banken. Ze kunnen geen geld meer vasthouden, deposito's. We hebben vrij verkeer van kapitaal jarenlang gepromoot als zijnde het hoogste goed. Het is zelfs een van de vier grondrechten in de Europese Unie. Die hele vluchtigheid van het financiële systeem betekent dat het losgeslagen is van de reële economie. We moeten terug naar nieuwe ankers, naar de reële economie. En op het moment dat die ankers er zijn, want de reële economie, daar heeft men het vertrouwen niet in verloren, is het financiële systeem weer verankerd. Maar wie slaat die ankers dan? Van wie mag je iets verwachten? Dan mag je verwachten van een ECB dat zij zich deze fenomenen realiseert en dat zij dus in haar hele communicatie het financiële gebeuren terug moet brengen naar de reële economie. Dat klinkt nog steeds abstract, maar pak even overheden. Overheden zullen moeten zorgen dat zij hun uitgaven gaan vertalen in de concrete dienstverlening van de samenleving. Geld staat een teken van de reële economie. En op het moment dat je die verbinding weer terug hebt, dan zijn mensen ook weer bereid om te werken voor hun geld. Want dat geld heeft waarde. Maar de overheid geeft nu toch ook geld uit, misschien aan de verkeerde dingen wat jou betreft, om, zoals je net al stelde, mensen te compenseren, snelwegen aan te leggen, de zorg te betalen. Dat is toch ook allemaal tamelijk concreet, of niet? Dat is heel concreet. Maar je noemt eigenlijk allemaal compensatiemaatregelen die gewoon leiden tot meer consumptie. Dus eigenlijk. Maar de zorgbetaling is toch geen compensatiemaatregel? Nee, de snelweg aanleggen is toch infrastructuur? Helaas, werden er even, los van snelwegen, want dat is de vraag even of we nou snelwegen nodig hebben, pak even de treininfrastructuur, de openbaar vervoerinfrastructuur. Op het moment dat overheden zouden investeren in de openbaar vervoerinfrastructuur en zouden vertellen, wij doen dat om de kracht van de economie en ook de capaciteit van de economie te vergroten, want dat is wat we nodig hebben, hebben ze een anker geslagen. Ze hebben geen anker geslagen op het moment dat ze compensatie gaan verlenen, want die compensatie is identiek. En ik zeg niet dat alle compensaties onzin zijn. Hè? Mensen die beschadigd zijn door overheidsbeleid hebben recht op compensatie. Maar de overheid is doorgeslagen op elk front. De monetaire autoriteiten zijn doorgeslagen. Dus men zal het langere termijn verhaal moeten gaan vertellen. Het is niet de renteverhoging van afgelopen week van 3 naar 3,25 die het inflatieprobleem oplost. Het inflatieprobleem wordt opgelost op het moment dat de monetaire autoriteiten en de overheden het verhaal gaan vertellen waar het om draait in de economie. En dat is de onderliggende economie. En het financiële moet daar ten dienste staan.